Goedemiddag jongens en meisjes. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda. De Windweker. In HD. In de vorige aflevering hebben we verschillende eilanden gedaan. En ondertussen was ik ontvaren. En wou ik naar Great Fish Isle. Omdat ik die nog niet had ingevuld. En we hebben hier de Ghost Ship. Waar we nog niks mee kunnen doen, dus we varen verder. Doei! Have a great time! Wel spannende muziek trouwens. Ja, het is officieel 1 oktober. Dat betekent... This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Dus hoi iedereen. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker, had ik al gezegd, maar ik zeg het nou nog een keer. In deze aflevering heb ik toch besloten om nog even een paar eilanden te doen die we nog niet hebben kunnen doen. Ik weet het heel erg vervelend, sorry daarvoor, maar ja, ik heb geen keus. Want die eilanden moeten toch gedaan worden. En ik zat zo te denken, als we halverwege zijn, dan kunnen we wel al een beetje, zeg maar, zorgen tot we naar de eerste dungeon toe kunnen gaan. Nou, hier zijn we al een keer eerder langs geweest. Dit is One Eye Reef, om precies te zijn. Maar dat was zeg maar voordat we naar Ganondorkje gingen. En nu zitten we bij Ganondorkje. Of nou zijn we bij Ganondorkje geweest. Dankjewel. Klote beest. Nou zijn we bij Ganondorkje geweest. Mag ik heel even zien veilig naar binnen toe, dankje. Nou zijn we bij Ganondorkje geweest. En Ganondorkje die heeft er dus zeg maar voor gezorgd dat deze dingen nou actief zijn. Op het moment dat deze dingen actief zijn kun je dus hier zeg maar alles slopen. En je weet het, we vinden slopen leuk. Ben je al gezonken? Ben je nou gezonken? Zink is. Uut. Oh, hoi. Oh, niet zo dichtbij, hè? Oh, daar ook nog een. Sorry, ik had jou niet gezien. Mijn excuses. Mijn excuses voor jou niet hebben gezien te hebben. Mijn heer. Wow. Rustig aan. Eén tegelijk, man. Ja, jij ook. Weg. Ah, kom op, dit was hartstikke raak. Als je in de slow motion kijkt, dan zie je natuurlijk dat hij super mis was. Maar ik vond dat hij... Hoezo raak ik jou niet? Sterf! Oeh, jij kan best wel goed richten. Daar hou ik niet van. Oké, nou, jij mag ook op wat plat. Dat schip achter mij, dat is niet snel stevig aan het... Dit is al flink beschadigd. Ik wil eerst eventjes deze out of the way hebben. Die kunnen nogal goed richten. Ik weet niet, sommige die hebben ze dan ingesteld dat ze heel erg goed richten. En sommige die doen dat dan weer niet. Dat snap ik dan weer niet. Hè? De ene die richt dan weer echt heel erg accurate. Ben jij nou kapot of niet? Ja, toch. Ja, jij bent kapot. Hallo, sterf. Goed, we hebben nog... Ik zei zo mooi, hè? Ja, nee, die bommen ga je toch niet gebruiken. Ik heb er nou nog maar 24. Hoe is dat nou weer mogelijk? Oké, nou, het kistje dat is verschenen, dus je kent de drill. Zoals altijd is het weer de bedoeling dat we hier weer alleen aan dit kant, want aan de andere kant kan je niet komen, want er is niet een veiling van gemaakt. Maar nu is het dus de bedoeling dat we hier omhoog klimmen. Ik zeg hier omhoog klimmen, Link, het is niet zo moeilijk. Nou, en als we hier omhoog klimmen, moeten we weer helemaal omlopen, want het hoogste punt is daar weer. Oh, verschrikkelijk. En zelfs Darkplayer die komt er af en toe nog eens een keer bij om de audiocommentaar over te nemen. Om de boze stukjes in te spreken. Vindt hij leuk. Ik weet ook niet waarom. Maar... Oh, verschrikkelijk. Maar goed, ja, het is Halloween. Wat heeft Halloween nou te betekenen dan voor mijn kanaal? Ja, gewoon door de week blijft The Legend of Zelda komen. De Windweker, aangezien ik afgelopen... De Legend of Zelda blijft gewoon komen. Aangezien ik de afgelopen weekend Minecraft niet heb opgenomen. En dat eigenlijk dus zeg maar eigenlijk het moment was van de hold. Wordt dit weekend nog gewoon Minecraft opgenomen. Dus dat is 3 en 4 oktober. Nee, 4 en 5 oktober. Sorry daarvoor. Want ja, 4 oktober zit ik ook sowieso op Tomofair, zoals jullie weten. Shadow Mario die komt daar dan ook langs. Gewone Mario komt daar langs. We zitten daar met Game Pit. We hebben daar heel veel games en contests die we daar kunnen doen. Super Smash wordt daar heel erg veel gespeeld. Dus ja, dat is eigenlijk zeg maar basically waar ik het weekend druk mee bezig ben. Dus een vrijdag dan wordt gewoon Minecraft weer opgenomen. Dus dan zorgen we wel voor tot we Minecraft op hebben. Maar de weekenden daarna, dan wordt er dus... Ik neem aan dat er dan één video zou zijn. Misschien twee, ligt eraan...
hoeveel tijd dat ik heb inderdaad. Want dan is het dus een horrorspel. Ik had zelfs een verzoek gekregen of ik een keer Slenderman zou willen doen. Dank jullie wel. Nou, ik weet niet. Oh, ik vergeet iets. Ik vergeet iets. Nee. Laat me terug. Oeh. Nou, ik weet niet zeker of ik iets met de Slenderman zou doen. Om heel eerlijk te zijn. Blijft een verrassing. Maar het staat in ieder geval zeker in de tekens van... Maar de wind staat die kant op. Nou staat het goed dan. Ik vind het best. Ik vind dat hij zo goed staat. Maar ja, dat is eigenlijk dus zeg maar een beetje het idee wat we van plan zijn met Halloween maand. Dus vandaar. Dus windweken blijft gewoon door de week doorlopen. Door de week verandert dus bijna niks. Eigenlijk heel erg weinig. Nou, zoals er al op de promo was aangegeven, de 19e komt er dus een hele grote special uit. Dus ja, informatie over de trailer staat dan weer in beeld. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de waar ik dus mee bezig ben. Eventjes voor de mensen die het wel weten, dit is Treasure Chart 21. Kaartje is opengemaakt, dus we kunnen hem zien. Het leuke van dit kaartje is Treasure Chart 21. Stond er net ook al onder in beeld, tenminste. Dat zou er niet in beeld hebben gestaan, tenzij dat ik het nou zeg. Editor, dat hoef je dus niet in beeld te zetten wat de reward is. Editor, hou er rekening mee. Editor, toekomstige ik. Niet doen. Want deze kaart... Ja, dit is leuk. Deze kaart die zit namelijk... Als ik hem niet vergis, kom ik... Auw. Wordt bedankt. Die zit daar, bij die beacon. Nou hoop ik dat... Ja, dat beest gaat me natuurlijk enorm lopen zieken. Heb ik mijn bommen nog? Nee. Maak ik even snel mijn bommen. Hij gaat me nou niet zoeken. Ga gewoon naartoe. Zeg me dat ik erop sta. Oké, gelukkig. Dit is namelijk die treasure chart waar ik het over had. De treasure chart die je hier bij dit eiland vindt. Kun je gelijk gebruiken. Lightning chart. Zinloos as poep. Goed. Ik ga er gauw weer van tussen. Nou, dan gaan we gelijk door naar het volgende eiland. Nou, het volgende eiland, zoals jullie al zien, is niet echt een boeiend eiland. Maar als ik me niet vergis, heb ik daar wel de treasure chart voor. Want dat is de Goddess Island. Dan ga ik wel even hier kijken op mijn kaartenmappie. Oh, dit is Six Eyed Reef. Sorry. Ik weet niet waar dat ik met mijn gedachten zit. Dat is het volgende eiland daar pas op. Oh nee, ik heb maar 2 hartjes en 24 bommen. Dit gaat pijnlijk worden. Maar we gaan het gewoon proberen. Yo ho, waterpo ho. Oké, nou. Aangezien ik maar 24 bommen heb, is het zeker eventjes een aanrader om eerst hier eventjes de muur nou op te klimmen. Want hier zijn bommen te vinden. Auw! Dat is nogal brutaal. Wacht maar tot ik dadelijk op mijn boot zit. Ik schiet jullie helemaal naar Florida. Nou weet ik dat hier nog meer barrels zitten. En die barrels die wil ik heel eventjes pakken. Aangezien dat ik nou nog maar 29 bommen heb. En ik weet niet of ik dit kan halen met 29 bommen. Dus... En het zou nogal vervelend zijn als we dus zeg maar net hier bijna alles gehaald hebben. En dan net 1 bom tekort komen ofzo. Dus vandaar dat ik nou dus heel erg linkersoep hier. Ah, vat je hem? Linkersoep. Ik wil hier toch even snel de bommen meenemen. Oké. Komen bommen deze kant op? Incoming! Geen bommen hier. Snel dichtmaken hier. Kom op, ik weet dat die bommen in zitten. Spel. Why are you no nice to me? Why are you being a douche? I don't like it when you are being a douche. En dat is heel erg slecht Engels praten. Dus als je Engels praat, niet zo praten. Serieus, dat is niet hoe ik denk. Alleen mag je, ik wil bommen. Oh, ik zie dat hier inderdaad een shiny trace chart zit. Maar ik ga het gewoon proberen met 29 bommen.
Is dom, ik weet het, maar we gaan het doen. We gaan met 29 bommen gaan we deze aan. Anderhalf hartje. Nou ja, ik heb ferries bij me, dus daar maak ik me niet zo zorgen over. Maar we gaan het doen. Dat schip gaan we negeren. We gaan het gewoon doen. 29 bommen, 6 palen. Dit is echt heel erg dom wat ik nou ga doen. Ik zou zelf persoonlijk eerst eventjes extra bommen gaan halen. Nou ja. Oké, we mogen niet falen. En daar gaat het feetje al. Hebben we jou? Goed zo, dat is er één minder. Auw! Laat me maar rust, man. Oké, hier hebben we nog één. Oh, die was mis. Oh, er zit hier ook een schip! Kill it! Oh, gelukkig. Heb ik je nou? Kom op! Dank je. Zit hier nog een schip, hè? Auw! Ik ga het niet overleven zo. Dat is niet aardig. Oh boy. Ik durf niet. Ik heb geen veetjes meer. Nog 8 bommen. Ik weet niet hoeveel kanonnen dat hier nog zitten. Dus ik ga je heel voorzichtig gewoon. Nee. Stout. Ik ga heel eventjes Six Eyed Reef eventjes zoeken, want. Oh, die zit. Is dit hem? Ik denk het. Nog 7 bommen. I can do this. I can do this. I can do this. Boom. I can do this. I can do this. Yes! Yay! Ik heb het gedrekt. Oké, en er zit hier dus ook nog, zeg maar, treasure chart nummer 6. Die zit hier ook nog. Haha, wat je hem? Treasure chart 6 met, ja, iReef. 6, iReef. Snap je? Logica's, broodje gezond verstand. Je kent het weer. Goed, dat zit erin. Please zeg me dat het een piece of heart is. Piece of heart, 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 piece of heart. Screw you, game! Ah. Dory, als je hier iets nodig hebt, dan is het wel een piece of heart. Door wie ben jij geraakt? Ik heb jou niet geraakt. Serieus, man, door wie ben jij nou weer geraakt? Auw! Serieus, laat me maar rust. Het is genoeg geweest. Ik ben genoeg geraakt. Gelukkig zijn ze wel vriendelijk voor ons geweest om dit eiland hier het kistje op een dichtbijzijnde dinges neer te zetten. En aangezien dat ik lui ben en geen zin heb om helemaal de wind te gaan veranderen voor één klein akkefietje, omdat het bijna goed staat, nemen we gewoon de wind en we gaan gewoon hier naartoe. Yay. Joepie, zinloos, het resultaat is zinloos. Maar we hebben hem wel. Goed, dus aangezien dus onze bottles nou alle drie leeg zijn, kunnen we dus best wel een issue hebben. Voor de mensen die het willen weten, dit is het resultaat die ik weer ga openen. 26, een van de driehoek-eilandjes. Nogmaals, het is een zinloze kaart, dus als je het niet wil, hoef je hem niet te doen. Waarom doe ik hem dan? Omdat ik graag alles wil laten zien. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik hou persoonlijk. Persoonlijk hou ik nogal van uitdaging. Ik ben echt een hele grote fan van uitdagingen. Dus daarom ga ik het liefste altijd. Ja, hoe zeg je dat? Voor 100%. Ik wil alles eigenlijk halen. Nou, het eerste wat ik nou eventjes wil doen, aangezien dat wij. Even kijken, is dit. Ja, nou, dat komt heel goed uit.
We hebben nou ongeveer de helft van alle eilanden gedaan. Het is een hele rit geweest. Dus ik denk dat het tijd is voor een tempel. Een tempel heeft voorbereidingen nodig. Het eerste wat we moeten doen, is moeten we naar Headstone. Ik weet niet dat het dus heel erg belangrijk is, is dat je al de power bracelets en de dingen, de heavy boots hebt. Heel erg belangrijk. Maar we willen dus als eerste naar Headstone Island. Maar de eerste stop die ik heel even snel maak, dat is hier bij oma. Dus de reden waarom ik heel even eerst even langs oma wil gaan, dat is vanwege Granny Soup. Zoals ik heb verteld, op het eerste moment dat we Granny Soup hadden, is het dus zeg maar mogelijk dat je gelijk, ja, als je Granny Soup op is, dat je dus oneindig Granny Soup kan halen. Je hoeft alleen maar met oma te praten en oma geeft je automatisch weer nieuwe Granny Soup. Dus als je in de buurt bent en je hebt geen Granny Soup meer, zeker een aanrader om hier eventjes langs te komen. Ja, graag. Dankjewel. We hebben weer een elixir soep. Ja, heel erg leuk. Ja, we houden van de soep. Oh, by the way, oma, ik heb zusje gered. Die is bij piraten. Doei! Misschien had ik dat beter niet kunnen zeggen. Sorry, oma. Spijt me. Ik zie jullie wel bij Headstone Island, want hier is... ja, dit is gewoon alleen maar lopen. Ik zie jullie wel bij Headstone Island. Tot zo. Oké, en hier zijn we dan aangekomen bij Headstone Island. Eerste reden waarom dat ik... ja, Headstone Island is altijd de tempel die ik eerst doe. Voor de mensen die het wel weten, dat is samen met... daar kom je daar ook wel achter. Maar dit is een van de leukste dingen die dit spel te bieden heeft. Hallo. Dat gezicht van Link. Echt, het staat daar echt wel onder. Zo. En nou kom ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk bij Outset ook nog een sidequest had kunnen doen. Maar we hebben genoeg sidequests gedaan. We gingen voor een tunnel. We gingen voor een dungeon. Dus oké, nou hebben we hier dus een heel erg lang nummer wat we moeten gaan onthouden waar ik geen zin in heb. Nee, het is eigenlijk best wel een mooi nummer. Dus ik ben heel eventjes stil en luister naar dit nummer. Gewoon luisteren. You have learned the Earth God lyric. Leuk. Hey, kijk, het is een Zora. Oh, great hero, chosen by the Master Sword. My name is Larudo. I am a Zora sage. For an age, I offered my prayers here in the Ur Temple, praying that the power to repel evil would ever remain within the Master Sword. And yet, unfortunately, due to Ganondorf's evil designs, the Master Sword you hold has lost its power. After his defeat at the hands of the Hero of Time, Ganondorf was sealed away, but not for all time. He was revived, and he returned to Hyrule in a red wrath. He attacked this temple and stole my soul, knowing that he had to remove the power contained in the enchanted blade. In order to return the power to repel evil to your sword, you must find another to take my stead in this temple and ask the gods for their assistance. You must find the one who carries on my bloodline, the one who holds this sacred instrument. Nothing can stop the flow of time or the passing of generations, but the fate carried within my bloodline endures the ravage of all the years it survives. The song you conducted is It's one that will open the eyes of the new sage and awaken within the sage the melody that will carry our praise to the gods. The door that blocks your way will only open when the sage plays the song. May the winds of fortune blow with you. Swing! Joepie. Heel verhaal, hoort bij de story, moest jij voiced worden. Meen ik
excuses daarvoor. Ja, sommigen die vinden die stukjes heel erg leuk. Sommigen die vinden ze te langdradig. Ja, sorry, maar als er cutscenes zijn en die zijn belangrijk op de storyline, dan doe ik ze netjes voorlezen. Goed, dus we moeten naar Prinses Ertuderuto. Of ja, degene die datzelfde instrument heeft. Nou ja, we hebben dus zeg maar gezien dat vogelbekdier, Perry. Nee, maar we hebben dus gezien zeg maar dit... Ja, ik zei Ruto, maar het is volgens mij niet eens Ruto. Ik zou het niet weten. We moeten naar Drengeroes Island. Laten we het daarop houden. Ik weet ook niet wat ik zeg. Blablabla. Ik vind dat muziekje toch elke keer toch iets geven. Dat geeft een nice touch. Dat geeft een hele nice touch, ja. Oké, nou, we zijn nog gelijk hier aangekomen. En nou is er één ding wat ik jullie ook gelijk nog wou laten zien. Op het moment dat jij hier bent en je hebt een boemerang of vuurpijlen of iets in die trend. Dan kun je... Hier naar beneden springen, nee. Dan kun je deze bommen... Ja, volgens mij heb ik daar nog niet eens vuurpijlen voor nodig. Laten we eens gewoon pijlen gebruiken. Swing. 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 Ik kan niet richten! Kom op! Ah, we hebben er één. En dan valt er een kistje naar beneden. Goed. Op het moment dat je dat doet, kost het maar 16 pijlen. Op het moment dat je dat doet, krijg je een gratis zilver ruby wat 200 rubies geeft. Wat leuk! En voor de duidelijkheid, ik zeg duidelijk rupees en niet rubies, want het is niet hetzelfde als CDI. In CDI hebben ze rubies en hier is het rupees. Met de p. Ja, dus dan weten jullie dat. Ik zeg het maar eventjes. Goed, als je dus goed luistert, dan hoor je hier dus zeg maar op muziek. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat we hier naartoe moeten zijn. Dat we hier eigenlijk moeten komen. Nou zit ik alleen met één echter één probleempje. Dit eiland, daar moeten we naartoe. Het probleem is, voor dit eiland, als je hier wil zijn, zoals ik al zei, Golden Feathers zijn een must. Hebben we Golden Feathers nodig? Op zijn minst 21. Die heb ik niet. Dus... Ik denk dat we dit eiland voor de volgende aflevering gaan bewaren. Dus ja. Ik dank jullie sowieso voor het kijken naar deze aflevering. Heb je leuk zo'n momentje? Laat weten in de reactie natuurlijk. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. En in de volgende aflevering dan heb ik dus in één keer magisch in plaats van de 18 die ik nu heb. Heb ik er dus 21, want ik ga heel eventjes offscreen ervoor farmen. Zodat we er dan 21 hebben. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. En in de volgende aflevering gaan we dus zeg maar met dit eiland verder. En hopelijk gaan we alvast beginnen aan de nieuwe dungeon. Dus iedereen, Halloween maand is begonnen. Ik hoop jullie, wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien. Dus met dat gezegd, dit was Zelda Player 20. Doei!